Gotta catch 'em all, yeah. Pokémon. Bam. Yes, yes. Pokemon. Kijk wat we hier hebben. Pokémon Go Plus. Ja, we hebben al een video gedaan over Pokémon Go. We hebben een beetje uitgelegd hoe het werkt. En nu is dit apparaatje uitgekomen. Dit is voor de game ook. En ja, laten we een unboxing doen. En misschien kunnen we zelfs laten zien hoe het werkt. Maar we beginnen met unboxen en de rest zien we wel. En oké, laten we zien. Laten we even kijken. Nou, even kijken. Een small, klein pakketje. Kijk, om dit gaat het. Het gaat, ja, Jorm, dus hoe ik het heb begrepen is van, je kan, dit apparaatje geeft aan of er een Pokémon, als er een Pokémon in de buurt is, of ja, niet in de buurt is, als je gewoon bij een Pokémon bent, en dan kan je met de middel van een knopje, kan je hem vangen. Oké, dus je hoeft geen effort te doen. Nee, je hoeft niet je telefoon uit te poelen en te swipen en zo. Je hoeft alleen de knoppen te drukken en dan als het groen is, dan heb je hem gevangen volgens mij. En als hij rood is, dus ontsnapt of zo. Ik weet dus zelf nog niet. Ja, ik. Oh, fuck. Ik weet niet hoe het echt exact werkt, maar dat kunnen we dadelijk misschien even testen. Het is een soort badge of zo, een soort clipje. Ja, dat doe je het aan je broekzak of ergens, een jasje. Hier zo bij je kruis zo. Nou, dat is niet alles. Er zit nog meer in. Oh, hi. Yes, dus. Oké, een zakje. Nou ja, dus kijk eens. Ik neem aan dat dit hierop moet, maar het past er nu niet op. Dus dan moet je dit losschroeven hier zo. Hier zit een schroefje. Die moet je loshalen en dan kan je hem hierop monteren. Nice. Dus het is een wristband. En dan kan je gewoon op je arm monteren. En even kijken. Het is wel beter denk ik dan het clipje. Ja, dus weet je wat? We gaan het gewoon openmaken. We gaan het gewoon nu even monteren. Ik heb geen schroevendraaier, dus ik doe heel ghetto met een. Het is van mijn vriendin en van haar nagel iets, weet ik veel wat het is. Het is een nieuw tool. Maar het werkt. Zo, even kijken hoor. Dit kan je overstellen. Zo. Oh ja, ik heb een. Hij is los. Nou, hij is los. Oh kijk, de batterij zit er al in. Ja, en dan gaan we hem hierop monteren. Oh wacht, dan moeten we wel even. De bandje zit in de weg. Om het vast te schroeven. Dus. Kan die los? Dat is de vraag. Dat weet ik niet, maar we kunnen. Misschien kan ik zo bypassen, juist. Dat kan. Doe even zo. Put it on there. Juist, doe zo. Gaat hij nou vast? Zit hij vast bijna? Yes, hij zit niet vast. Nou, dan dit kan eraf, want we gaan hem zo al gebruiken. Activate now. Juist. Dus, oké. Nou, je moet wel echt zo. Kan niet wat groter. Voor kleine kinderhandjes gemaakt, ja. Zeker. Ja, what the fuck, een grown ass man die nog Pokémon Go speelt. Alleen maar. En alle tools ervoor over heeft. Allemaal te vangen. Juist. Nee, maar chat, hoe zit het nu? Je hoeft nu eigenlijk nog maar 5 Pokémon te vangen ofzo, op dit moment. Oh, wacht, shit. Hey, ik doe hem ook gelijk Pokemon. Aan. Oh, shit. Er is een Pokémon in de buurt. Maar wat zijn er? Je hoeft nu in principe nog maar 5 Pokémon ofzo, toch? Die je kan vangen op dit moment. Ja. En dan de specials kan je nog niet vangen. Nee. Dus waarschijnlijk kan je nu al Pokémon vangen, maar dan zijn het waarschijnlijk allemaal common ones. Ja, en waarschijnlijk ga je er dus later nog veel meer
kijk, als er profijt van hebben. Zeg. Ja, kijk, als er weer een update komt met de als volgende er generatie. Komen, ja. Dan ben dat... jij de eerste met ja. dingen die gelijk alles kan vangen. Ja, precies. Want ik weet niet. Want ik heb hem nog, ik heb hem nog nergens zien liggen trouwens. De plus. Hier, ja, de plus. Hier in Nederland. Ik heb alleen dus, advertising gezien. Allemaal reclameborden. Ja, shit, want als je op sites gaat, staat er ja, release datum nog niet bekend. In de States is die wel inmiddels uit. Maar hier heb ik hem nog nergens gezien. En toevallig zag ik hem liggen. Dus ja. Dus zit er nog wat meer in? Ja. Manual. Die gaan wij even doorlezen, de manuals, zodat wij hem dadelijk kunnen gebruiken, want we gaan wel even een testrondje maken. En dan laten we jullie weten hoe het werkt. Is goed, dus misschien dat we wat footage kunnen capturen of en dan, dan laten jullie zien. Dus yes. Be back in a sec. Yo, tot zo. Yo Chad, what up? Dag. Nou, we zijn dus buiten, we hebben ons fietsen gepakt. We gaan een kleine boekje doen met die shit op, juist ook. Je ziet het net aan. Dus ik moet even kijken hoe die zich connect met GoPro's. Ik heb wel mijn Bluetooth aan. Ja? Even kijken, we moeten naar settings. Settings? En dan gaan we... Opletten jongens, je ziet geen hol volgens mij. Nee? Nee man, je ziet echt helemaal niks. Wacht, misschien als ik mijn contrast hoog zo... Oh, die staat al bijna op zijn hoofd. Nou, in ieder geval, je gaat naar GoPlus. En dan ga je even kijken. Misschien met mijn hand een beetje zo ervoor. Ja, dan zie je het wel aardig. Ja. Nou, dan even kijken. Quick start. Oh, hier legt het uit hoe het hoort, hoe het werkt. Maar maakt die Pokémon Go Plus nog geluid of zo, Chad? Nee, hij trilt gewoon heel hard. Hij trilt heel hard. Dat maakt het ook geluid. Oké. Dan weten we in ieder geval wat voor signal we kunnen verwachten. Oh, wacht, ik weet nog wat verkeerd doe, joh. Kijk, ik moet natuurlijk erop drukken. En dan komt hij hier tevoorschijn. Zie je, gelijk komt hij tevoorschijn. Jezus Christus. Jonge. Dus oké, dat weet ik dus nog niet. Nou, nu is hij geconnect. Yeah. Dus ja. Nou. Met hand. Ja, nou, mijn huis is een Pokéstop. Ja. Yeah. Oké, really, dat is wel chill. Ja, kijk, zie je, hier is een Pokéstop. En laat me even kijken als ik... Oh, daar is ook een Pokémon, dus... Kijken wat. Oh, wacht, hij doet raar, want het staat device not found. Dat is wel fijn, ik Pokémon kan openen. Als ik klik de button... Oh, ik moet even drukken. Juist, ja, hij is nu connected. Ik voelde hem trillen, dus ik zeg... Oké. Kijk, nu geeft hij gelijk al groen... Hij knipt groen in de... Ja, dus ik ga hem nu drukken. En ga ook kijken als hij wat vangt. Oké, hij is nu een verwit lampje. Groen, blauw, wat... Wat gebeurt er? Ja, wat betekent dit? Nou, laten we kijken. Hij is ontsnapt. Hij is ontsnapt? Ja, hij is ontsnapt. Als die groen is, dan hebben we hem. Oké, maar hij knipperde nu groen-blauw de hele tijd. Dus, ja, dat is van... dan ben je hem, zeg maar, dan is die balletje dus, zeg maar, die pokebal aan het wiebelen. Oké. Ja, cool. Nou, hier is ook een pokestop. Even kijken als hij die ook pakt. Ja. Even kijken hoor. Kom, we gaan even onder dit afdakje staan. Ja. Dan heb je ook geen light from above. Is goed. Hier, hij trilt nu. Ja. Blauw. Nou, dan druk ik erop. Right. En kijken. What happens? Ja, nou zie je nu, als je nu kijkt, heb ik die Pokéstop dus gepakt nu. Hier zo. Oké, cool. Dus ja, dat is chill. Dus, dat gaf hij net aan. Ja, hij gaf net aan dat ik... En hier is er nog één. Dat is hier om de hoek. We kunnen wel even checken als hij die gelijk pakt. Weet je wat, ik film gewoon... Even kijken als ik hem uitdoe, als die dan nog steeds werkt. Ja. Ja? Ja, hij werkt dan nog steeds. Dus ik doe hem even uit. Dus de app is niet uit.
En dan gaan we checken of die, die dingetje nog gaat gloeien zo. Ja. Dan gaan we even om de hoek gaan naar de volgende Pokestop. Oké, okay, uit. Yeah. Nou. Dit hand. Follow me. Zo. Dus hier. Hier zit ook weer een Pokestop zo. Ja? Het trilt alweer. Oh ja, ik zag het lampje al net. Dus, dus ik druk erop. En kijk als ik wat heb gevangen. Hier. Krijg ik een notificatie. You received 3 items van de Pokestop. Oh, dat is chill, man. Dat is chill. Ja. Oké, okay, dus het is wel een handige device. Ja, ja. Dus top. Ik heb hem gewoon uitstaan, de app. Ja. Maar door het middel van te drukken, ja, kan ik gewoon nog Pokémon vangen. Oké, okay, dus dit is eigenlijk een beetje hoe het in zijn werk gaat, wat we nu hebben proberen vast te leggen. Ja, 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 ja. Ja, het is een beetje stroef, gaan, maar ja, wat verwacht je? Het is onze eerste keer. Ja man, precies. Dus wij gaan denk ik gewoon een beetje verder kloten hiermee. En dan misschien komt er nog wel een andere video keer met wat betere footage. Ja. Maar dit is even een testrondje om te checken. Kunnen we dat kijk daar weer doen, de hoofdstad. Ja toch? Dan denk ik dat wij het hierbij houden. En ja, dan zien we jullie gewoon in een andere Pokémon fit waarschijnlijk. Dus later. Yo, gotta catch 'em all.